et saluons aussi chaleureusement Monseigneur Jean-Christophe Amadi Aoloma, évêque de Kalemie Kirungu dans la République démocratique du Congo. Soyez le bienvenu, Monseigneur. Bienvenue aussi aux pèlerins, les agriculteurs du Limousin. Bienvenue à un groupe de pèlerins de Sénégal. Et un groupe de pèlerins de l'île de la Réunion. D'abord, cette information, si par cause de santé, problème de santé, vous devez manger sans gluten ou pauvre en gluten, sachez qu'il y a des hosties spécialement consacrées pour vous. Au moment de la communion, vous vous avancez jusque près de l'autel, tout près de la croix en métal, la grande croix. Là, vous trouverez un prêtre avec ses hosties spécialement consacrées pour vous. Aujourd'hui, chers pèlerins, avec l'Église universelle, nous célébrons, nous fêtons Saint-Luc évangéliste. C'est pour ça que nous sommes en rouge. Il a donné sa vie pour nous, pour annoncer, pour proclamer la bonne nouvelle que Dieu nous aime à travers tout le temps. Nous sommes les aimés, les enfants de Dieu. Soyons ensemble dans la joie. Et accueillons les uns les autres en chantant Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Good morning to you all. Pilgrims from Lourdes gathered here together for our International Mass. And I'm glad that I may welcome today, in a special way, the North American volunteers, always ready to help our sick. Special welcome also to the pilgrims from Croatia. And from the United Kingdom, the St. Thomas Aquinas Pilgrimage Group. And from Scotland, the St. Bernadette's Parish from Motherwell. Those among you who have the celiac disease, know that we have special consecrated hosts. At the moment of the communion, you come forward to the altar near the big metal cross. You will find the priest there with those special consecrated hosts. Today, for our celebration, we are in red because we are celebrating Saint Luke together with the Universal Church. And we are here, the Universal Church. So let us welcome each other and let us sing in joy. Alleluia. Goedemorgen, pelgrims van Nederland. Van harte welkom. Van Nederland, Nederlandstalige pelgrims, moet ik zeggen. Hartelijk welkom in het bijzonder aan de pelgrims van het bisdom Sertogenbosch met bisschop Gerard de Korte. En die het nog niet wist, hij gaat voor, hij is de hoofdcelebrant voor deze viering vandaag. Van harte welkom ook aan de stichtingen Lourdes Actie Alkmaar en Lourdes Werk Heilo. Hartelijk welkom aan de VNB-groepen van Hengelo en Volendam.
En hartelijk welkom ook aan de pelgrims die in parochieverband zijn gekomen van de parochie Krijtberg in Amsterdam, Pax Christi in Rotterdam en Steenbergen in het bisdom Breda. Hartelijk welkom ook aan de pelgrims van de Maaskant uit Liet in Brabant en ook aan de pelgrims van het Pantje in Izegem en van Pateo Reijzer uit Moorslede, beide het bisdom Brugge. Hartelijk welkom. Eerst deze mededeling. Mensen die glutenarm of glutenvrij moeten eten, weet dat er speciaal geconsecreerde hosties zijn. Op het ogenblik van de communie kom je gewoon naar voren tot bij het altaar en vlak bij het grote metalen kruis vind je een priester met deze speciale geconsecreerde hosties. Voel je vrij om daarvoor te komen, daarvoor. De gezondheid is heel belangrijk. Wij vieren feest vandaag met de Wereldkerk. Het feest van de heilige Lucas, de evangelist. Hij die ermee heeft voor gezorgd dat wij de blijde boodschap mogen kennen dat God ons lief heeft over alle tijden heen. Dat God onze goede God is die ons lief heeft en die het beste met ons voor heeft en die ons in Jezus zijn Zoon heeft verlost. Zo groot is zijn liefde. In vreugde mogen wij hier samen de Eucharistie vieren, dankzeggen en wij zullen zo dadelijk beginnen aan de viering. Laten wij voor die blijde boodschap opnieuw ons hart openstellen en het ook stilmaken rondom ons en in ons hart om die boodschap goed te ontvangen. Alleluia.
rondom, omdat hij bij ons zijn rood herretond heeft. De troef aan de Heer hoort in eeuwigheid stand. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni date di gloria, perché forte è il suo amore per noi, e la fedeltà del Signore durrà in eterno. Aclamadlo todos los pueblos, firme su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Über uns seine Huld, die Treue des Herrn wird in Ewigkeit. Halleluja,
ist renne in Altheit, tot in alle Ewigkeit. Amen. Alleluia. Over the veil and the days alone. Alleluia. The land of Osia. Alleluia. Glorifie le Seigneur Jérusalem. Célèbre ton Dieu aussi haut dans tes murs. Il a béni tes enfants et d'un pain de froment te rassasie. Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met u. Beste broeders, beste zusters, hartelijk welkom in deze prachtige Pidie-basiliek, waar wij vandaag het feest vieren van de heilige Lucas. In het evangelie horen wij dat Jezus, die zelf de gezondene van de Vader is, mensen uitzendt, 72. Vanuit het boek Genesis, waar 72 volkeren worden genoemd. Een teken dat hij ze zendt naar alle volkeren. De liefde van God is immers universeel. En de eerste boodschap die de leerlingen moeten brengen, is de boodschap van de vrede. Ze zijn geroepen om boodschappers van de vrede te zijn. Dat wij mede door het vieren van de Eucharistie vandaag op het feest van de heilige Lucas vredebrengers mogen zijn in een wereld vol van onvrede. Vooral die keren dat we maar heel beperkt daaraan een bijdrage hebben geleverd, willen we aan het begin van deze Eucharistie schuld belijden. Broeders en zusters, belijden we onze zonden, bekeren we ons tot God om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik belijd voor God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, de engel en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam, Domine Deus, Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe pregationem nostram. Solus Sanctus, Tu solus Dominus, Tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Heer God, Gij hebt de heilige Lucas uitverkoren om in de verkondiging en in de schrift het mysterie van uw liefde tot de armen in het licht te stellen. Wij beroemen ons op uw naam en vragen dat wij één van hart en geest mogen blijven en met alle volken eens het heil aanschouwen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest leeft en heerst, voor de eeuwen der eeuwen. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, Dema mi ha abbandonato, avendo preferito le cose di questo mondo, ed è partito per Tessalonica. Crescente è andato in Galazia, Tito in Dalmazia. Solo Luca è con me. Prendi con te Marco e portalo, perché mi sarà utile per il ministero. Ho inviato Tichico a Efeso. Venendo, portami il mantello che ho lasciato a Troade, in casa di Carpo, e i libri, soprattutto le pergamene. Alessandro, il fabbro, mi ha procurato molti danni. Il Signore gli renderà secondo le sue opere. Anche tu guardati da lui, perché si è accanito contro la nostra predicazione,
Nella mia prima difesa in tribunale nessuno mi ha assistito, tutti mi hanno abbandonato. Nei loro confronti non se ne tenga conto. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero. Attraverso il mondo noi annunceremo il tuo Vangelo. Attraverso il mondo noi annunceremo il tuo Vangelo. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli, dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. Attraverso Seigneur, te rende grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Sühnen übrisen her, übromen Sühnen in Loven, sei rummende Glorie war is Erskapei, üv Magd verkondigen sei. O vergesse portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alléluia, alléluia, alléluia. Ich hab euch gekozen en de tag gegeven, blijven de wrichten voort te brengen. Alléluia. From the world to go out and to bear fruit that will last. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore mi ha mandato ad annunziare ai poveri la buona novella. Alleluia. Hallelujah.
secundum Matteo. Gloria tibi Domine. In die tijd wees de Heer 72 anderen aan en zond hen twee aan twee voor zich uit naar alle steden en plaatsen waarheen hij zelf van plan was te gaan. Hij sprak tot hen: de oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraag daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten. Gaat dan, maar zie, ik zend u als lammeren onder de wolven. Neemt geen beurs mee, geen reiszak, geen schoeisel en groet niemand onderweg. Laat in welk huis gij ook binnengaat, uw eerste woord zijn: vrede aan dit huis. Woont daar een vredelievend mens, dan zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal hij op u terugkeren. Blijft in dat huis en eet en drinkt wat zij u aanbieden. Want de arbeider is zijn loon waard. Gaat niet van het ene huis naar het andere. In elke stad waar ge binnengaat en ontvangen wordt, eet wat u wordt voortgezet. Genees de zieken die er zijn en zeg tot hen: het Rijk Gods is u nabij. Ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Alleluia! Broeders en zusters, wij leven in Nederland, maar ook in Frankrijk en in Italië, in heel Europa in een tijd van onbehagen. Persoonlijk gaat het velen van ons goed. We zijn welvarend geworden. Maar veel tijdgenoten maken zich zorgen over onze landen en over onze wereld. Ze zijn onzeker over de toekomst. Leven met onvrede. Wij horen over miljoenen vluchtelingen. We horen over oorlogen en geruchten van oorlogen. We horen van aanslagen, dan hier, dan daar. Leiders in de Verenigde Staten en Noord-Korea spreken spierballentaal. Maar ook dichtbij, in ons persoonlijk leven, kan er onvrede zijn. Onvrede en teleurstelling door ziekte, door de dood van een dierbare, door werkeloosheid of ontrouw. In de afgelopen dagen heb ik in veel gesprekken, ook met u pelgrims,
deze teleurstelling, dit verdriet en deze onvrede gehoord. In die context viert de kerk vandaag het feest van Sint Lucas. Jezus is zelf de gezondene van de Vader. Tijdens zijn openbaar leven zendt hij op zijn beurt mensen uit. 72. Menige exegeet verbindt dat getal met de volkenlijst die we tegenkomen in Genesis 10, waar sprake is van 72 volkeren. En wat is de inhoud van de missie? Het verkondigen van het koninkrijk. Het verkondigen van Christus als de autobasileia, het koninkrijk in eigen persoon. En zij moeten vrede aanzeggen. We hebben het vandaag gehoord. Vrede aan dit huis. Ons eerste woord moet vrede zijn. We mogen de shalom van God, de Pax Christi, de vrede van Christus doorgeven. Jezus is vandaag vol hoop. De oost is groot. Maar hij heeft arbeiders nodig. Deze woorden zijn in onze katholieke traditie vaak betrokken op de roeping tot het priesterschap. En het zo lezen van deze woorden is legitiem. Juist in Nederland, maar ook in Frankrijk, ook in Italië en andere Europese landen, wordt de roepstem van de Heer maar moeilijk gehoord. Wij hebben priesters nodig, diakens en religieuzen. Maar, en dat mag vandaag ook gezegd worden, alle gedoopten zijn geroepen om arbeider te zijn. Het gaat om de verantwoordelijkheid van ons doopsel. Het katholieke leven in ons eigen bisdom ‘s-Hertogenbosch, in onze landen, blijft alleen aanwezig als alle gedoopten beseffen arbeiders voor de oost te zijn. Broers en zusters, wij zijn hier in Lourdes als pelgrims. We hebben een lange reis gemaakt om bij Maria te zijn. De een lacht het leven toe en brengt zijn dankbaarheid bij God. De ander is ziek en bidt hier om moed en om kracht. Wij allen kennen grote en kleine zorgen die we allemaal bij Maria mogen brengen. Maria heeft vele titels. Een van de mooiste is koningin van de vrede. Juist door haar manier van leven schetst zij de contouren van Gods vrede. Het gaat om beschikbaarheid voor de Heer, om kleinheid en nederigheid, om vertrouwen, om liefde en dienstbaarheid. Deze mariale deugden vormen de inhoud van de evangelische vrede. Broers en zusters, als leerlingen van Jezus zijn wij geroepen om arbeiders te zijn die willen oosten. In een wereld vol onvrede worden wij gezonden als missionarissen. Missionarissen van de vrede. Maria, de koningin van de vrede, mogen ons de kracht schenken om die roeping te volbrengen. We vragen het vandaag op voorspraak van de heilige Lucas, op voorspraak van Maria en Bernadette. We vragen het door Christus, onze Heer. At the end of this sermon, some words of for everybody who understands the English language. Brothers and sisters, today the Church celebrates the feast of Saint Luke. And we are doing this in a world full of confusion and dissatisfaction. We hear about wars and rumors of war. There are millions of refugees. There can also be dissatisfaction in our own personal life.
dissatisfaction through illness, the death of a loved one, through unemployment and disloyalty. In this context, we have read the Gospel. Christ sends 72 disciples, and they are sent in order to be peacekeepers. Also today, the Lord sent his disciples. He sends us. We have to be messengers of peace. May Mary, Queen of Peace, give us the strength to fulfill our vocation. Amen. Credo in unum Deum. Padre omnipotente, factorem celi et terre, et divinium omnium, et invisibilium. Et in unum nominum. Padre datum ante omnia saecula. Spiritus.
resurrexit er si adie, secundum scripturam. Laten wij samen onze smeekbeden voor alle mensen tot de Heer richten, opdat we allen een rustig en vredevol leven mogen kennen en het hemelse geluk bereiken. Prions pour l'Église. Pour que l'Église annonce avec une ardeur nouvelle les merveilles de Dieu à tous les hommes de notre temps, prions le Seigneur. Terogamus audinos. Terogamus audinos. Prions pour les personnes malades. For the sick, that helped by the intercession of Mary, they may obtain healing of body and comfort in trials. Let us pray to the Lord. Terogamus audinos. Prions pour les pécheurs. Per la conversione dei cuori induriti, affinché si lascino condurre dallo Spirito Santo e scoprano così la gioia di essere salvati. Preghiamo il Signore. Te rogamus audinos. Te rogamus audinos. Für junge Menschen auf dem Weg zur Ehe, damit sie das Leben in Freude und Vertrauen empfangen, lasset zum Herrn uns beten. Te rogamus audinos. Te rogamus audinos. Prions pour la paix. Por todas las regiones del mundo que sufren a causa de los conflictos y de las guerras, y por la paz entre todas las naciones. Roguemos al Señor. Te rogamos, audinos. Te rogamos, audinos. Prions pour les pèlerins. Dat elk van ons mag ervaren
dat er meer vreugde steekt in het geven dan in het ontvangen. Laat ons bidden. Te rogamus audinos. Te rogamus audinos. God die alle mensen redt en geen enkele wil zien verloren gaan. Luister naar het gebed van uw volk en geef het de vreugde verhoord te worden. Door Christus onze Heer.
Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer, geef ons met uw hemelse gave de vrijheid van het hart om u oprecht te dienen. Laat deze offerande op het feest van de heilige Lucas ons heil en genezing brengen door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. Van alle eeuwen zijt gij de goede herder en gij laat uw volk niet eenzaam achter. Gij bewaart uw kerk onder de hoede van uw heilige apostelen en gij geeft ons de mensen die ons bijstaan in uw naam. Zij zijn de herders die gij hebt aangesteld, die de plaats bekleden van uw zoon en de kudde voorgaan die zij wijden. Daarom met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij u en zingen u toe vol vreugde. Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, gloria Sanctus est Domine, et merito te laudat omnis a te condita creatura, quia per filium tuum, Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a solis ortu usque ad occasum, oblatio munda offerator nomini tuo. Supplices ergo te, Domine, tre precamur, ut eum erge tibi sangranda dulumibus, eodem spiritus sanctificare digniris, ut corpis et sanguinis fiat, filii tui, Domini nostri, Iesu Christe, cuius mandato ad muserelia celebramus. Ipse enim nocte trepidatur, accepit panem, et tibi gratias agens benedixit, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite, et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo postquam cenatum est, accipiens calicem,
et tibi gratias agens benedixit, deditque discipuli suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. Mysterium fidei. Salvator mundi, alleluia. Alleluia. Qui per crucem tuam et resurrectionem tuam liberati nos, alleluia. Alleluia. Expectamus adventum tuum. Alleluia. Alleluia. Memores igitur Domine, eius dem filii tui saliti fire passiones, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in celum, sed et praestulantes alterum eius adventu, offerimus tibi gratias referentes, hoc sacrificium vivum et sanctum, respice quesumus in obliationem ecclesiae tue, et agnotiens hostiam, cuius foluisti immolatione placari, concede ut corpore et sanguine filii tui reficimur, spiritu ei sancto repleti, unum corpus et unus spiritus, inveniamur in Christo. Ipse nos tibi perficias munus aeternum, ut cum electis suis hereditatem consegui valeamus, in primis cum Beatissima Virgine, de genitrice Maria, cum Beato Iosef eius Ponso, cum Beatis Apostolis suis et gloriosis martiribus, cum Santa Bernadetta et Omnibus Santis, quorum intercessione perpetuo, abut te confidimus adiuvari. Ec hostia nostre reconciliationis proficiat, quesumus Domine, ad totius mundi pacem atque salutem, ecclesiam tuam peregrinantem in terra, in fide et caritate firmare dinieris, cum famulo tuo Papa nostro Francisco, et Episcopo nostro Nicolao, cum episcopali ordine et universo clero, et omni populo acquisitionis tue, voti suius familie, quam tibi a stare voluisti, ad esto propitius. Omnes filios tuos, ubique dispersos, tibi clemens pater miseratus coniunge. Fratres nostros defunctos, et omnes qui tibi placentes, ex hoc seclo transierunt, in regnum tuum benius admite, ubi forespiramus, ut simo gloria tua, Reniter satiemur, per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cumta laegeris. Per ipsum et cum ipso et in ipso est tibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti, omnes honor et gloria per omnia.
Oremus preceptus salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Amen. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen. Dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. Amen. De vrede van de Heer zij altijd met u. En wenst elkaar de vrede. Vrede van Christus. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie hier het Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal thank you.
ne font qu'un corps en Jésus-Christ. Que chaque membre est le sourcil des autres membres de ce corps. Ensemble, ça va pour l'Église.
Laat ons bidden. Almachtige God, heilig ons door de gaven die wij van uw altaar mochten ontvangen. Bevestig ons in het geloof aan het evangelie dat de heilige Lucas heeft verkondigd. Door Christus onze Heer. Amen. Broers en zusters, aan het einde van deze Eucharistie wensen we elkaar een zalige communie. Christus wil onze vrede zijn. Dat wij die vrede van de Heer, die Pax Christi, delen met elkaar en boden, boodschappers van Gods vrede zijn in de wereld. Vragen we daartoe de zegen van de Allerhoogste. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Adjutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Seigneur en tout temps, alléluia. Je bénirai le Seigneur en tout temps, alléluia. Sa louange sans cesse. Mon âme déborde de joie, dans le Seigneur, alléluia. Je bénirai le Seigneur en tout temps, alléluia, que les pauvres m'entendent, que vos cœurs soient en fête. Magnifiez avec moi, magnifiez le Seigneur, quand je l'appelle. Dieu me répond. Qui regarde vers lui trouvera le bonheur. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Je bénirai le Seigneur en tout temps. Alléluia. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Alléluia. Sa louange sans cesse. Mon âme déborde de joie, d'allégresse. Dans le Seigneur. Le Seigneur en tout temps, alléluia, que les pauvres m'entendent, que vos cœurs soient en fête. Magnifiez avec moi, magnifiez le Seigneur, quand je l'appelle. Dieu me répond. Regarde vers lui, trouvera le bonheur. Alléluia.